Hey mensen! Slecht zicht hebben is natuurlijk niet altijd fijn. Maar toch is een bril hebben soms best wel handig. Dit zijn 10 voordelen van een bril. Ik weet niet of je het door hebt, maar je gedraagt je heel eng. Nee, ik ben gewoon even in jouw bril aan het kijken, want ik wil even kijken of er iets tussen mijn tanden zit. Het is net een spiegel. Ja, er zit iets tussen je tanden. Ja, dat zie ik dus zelf ook wel! Jongens, we gaan rekenen. Rick? Rick? Ja? Rick, wat is 16 min 2? 16 min 2 is 8. Wat? 8? Rick, dat is toch super dom? Iedereen weet toch dat 16 min 2... wacht eens even. 8 zei je? Volgens mij moet dat wel kloppen. Wat was mijn vraag ook alweer? 10 min 2 toch? Ja, 8. Heel goed, Rick. Nee, wacht even meneer. Dat slaat echt helemaal nergens. Dylan, hou je mond. Iedereen ziet dat jij het verstand hebt van een stoeptegel. Quinty, wat ben jij aan het doen? Ik ben de bacteriën op mijn nagels aan het doden. Fantastisch. Ach meid, jij komt wel. Ga maar naar huis. Wat? Hé, dag. Stukkel. Oh ja man, let's go! Ik zit vol met energie. Rick, zullen we vandaag wat leuks gaan doen? Oh nee, ik heb echt de hele avond moeten editen en daarna moest ik ook weer gamen. Hè? Valheim, een nieuwe fort en ik ben echt kapot man. Kom op man, je kan toch wel even, kom op! Gewoon even iets leuks! Hey Marit! Hey Dylan, dan zie je er moe uit zeg. Slaap je wel genoeg? Ik zie er moe uit? Vooral in vergelijking met Rick, die heeft helemaal geen wallen, maar jij heel erg. Spreek met Pearl of Hans Anders. Doe mij dan maar 10. Hey Quinty, mag ik misschien even je bril lenen? Waarvoor? Nou, ik heb dus gehoord of ergens gelezen of zo, dat een van de voordelen van een bril is dat je beter gaat zien. Goh. Ja, dus dat wil ik wel proberen als dat mag. Wow, dus zo ziet de wereld er in het echt uit. Jeetje, wat een eye-opener. Ik vond het ook al allemaal zo hoekig en zo, maar... dit is wel echt heel bijzonder. Mag ik hem nog terug? Of? Dames en heren, welkom bij de jaarlijkse Venrijse modeshow. We gaan beginnen met Rick. Hij draagt een prachtige creatie die deze zomer weer helemaal hip gaat zijn. De houthakkersblues. En dan nu Marit. Oh, Marit draagt een hele gewaagde outfit. Heel bijzonder Marit. En gedurfd vooral. Mooi meid. En dan nu Dylan. En dan nu Dylan. Oh, Dylan draagt een fantastisch nieuwe bril. Jongens, ik zie helemaal niks. Dit is veel te veel sterkte. Een bril van het merk Fuji. Wauw, dat ziet er mooi uit. Dat hoort er niet bij, maar het is een hele goede bril. Hij is nog helemaal heel, dames en heren. Applaus. Bla bla bla. Ja, dat zei ik dus ook. En wat vinden jullie van mijn nieuwe outfit? Rick, wat vind jij ervan? Ik heb mijn bril niet op. Maar je hebt je bril in je hand. Oh nee! Nu is hij kapot. Wat onhandig. Ah. Oh. Ja, dat is heel onhandig. Maar Dylan, wat vind jij ervan? Jij ziet heel scherp. Nou, wil je een eerlijk antwoord? Ja, natuurlijk. Nou goed, dan... ik vind het... Hey, wil je vechten of zo? Wat? Vechten? Oh, sorry. Je hebt een bril op. Ik sla nooit iemand met een bril, sorry. Het spijt me. Oh. Au! Wacht eens, je hebt nog geen bril? Jawel, ik heb wel een bril. Hier, let op. Dit is een bril. Ja, maar niet voor de gek, hè? Nee, dit is een bril.
Min 3. Nou, fijne dag dan. Scheelde weinig. Aha! Ah! Stop! Au, ah! Wacht even voor, jongens. Wat is er? Ah, ik heb een vliegje in mijn oog. Daar heb ik nou nooit last van. Nee, ik ook niet. Dankzij mijn bril. Ah. Oh, man. Dat is wel chill, man, zo'n bril. Dat zou ik ook wel willen. En dan heb je geluk. Ik heb mijn reservebril bij. Wil je die lenen? Oh ja, als dat kan. Graag. Thanks, man. Super fijn. Van jou, man, of je bril mag lenen? Ja, ik gebruik het niet meer. Die glazen waren veel te sterk voor mij. Oh, we krijgen vandaag een overhoring. Ik heb helemaal niet geleerd. Oh, nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Wacht, waarom ben je zo chill? Ik heb een speakbriefje binnen mijn bril. Dat is echt briljant! Snap je? Bril. Jant. Ha! Ja. Oké, jongens, we gaan meteen beginnen met de overhoring. Rick, wat is de hoofdstad van Marokko? Hoofdstad van Marokko is... Rick? Mag ik misschien je bril even lenen? Oh, tuurlijk. Dat is Rabat. Heel goed, Rick. Quinty, wat is de naam van een bekende heuvel op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland? Taumatawaka tangi hanga kawawa tamateau pokewea nawatia tanahau. Heel goed. Dylan, hoeveel is 18 keer 12? Mag ik je bril ook even lenen? Ja, natuurlijk. Dylan, 18 keer 12. Dat is Utrecht. Dylan, wat is dat nou weer voor dom antwoord? 18 keer 12 is... Twente? Dylan, ga er maar uit. Bel me, stoere jongen. Kijk eens even, dit is het contract voor jullie bijdrage aan deze top 10 video. Rick en Quinty spelen in de video 10 voordelen van een bril. En daar zijn we heel blij mee. Dit is het? Ja. Dat is het contract. Wat is dit hier? Oh, dat. Ja, ik denk gewoon een vlekje of zo. Nee, dit lijken wel hele kleine lettertjes. Hele kleine lettertjes? Nee, natuurlijk niet, joh. Natuurlijk niet. Teken maar gewoon, er is niks aan de hand. Rick, mag ik jouw bril eens? Dank je. Met het tekenen van dit contract geven wij Dylan interplanetaire toestemming om onze gezichten te gebruiken voor campagnes en al het geld daarvan in zijn eigen zak te steken. Wat is dit? Dat is wel een heel raar vlekje. Er staat zelfs, bij het tekenen van dit contract moeten we 100 miljoen miljard euro overmaken naar Dylan. En als we dat niet doen, moeten we voor ons leven lang voor hem werken. Meen je dat serieus? Ja, dat meent hij. Heel enthousiast. Hey Quinty, mag ik je bril lenen? Oh, sorry. Iedereen ziet ook dat jij het verstand hebt van de achterkant van een paard. Gop en van een stoep tegen, whatever. Ja, dat is goed. Hey, bleef hangen!